Jan Smits. Wat een mooie avond vanavond. Jullie zijn weer een stapje dichterbij bij de dorpsvisie Ballenbrug 2025. Dat klopt. Vorig jaar in juni 2015 zijn we begonnen met het eerste dorpsgesprek. Daarna zijn we aan de slag gegaan met een hele serie werkgroepen die allemaal bezig waren met het verzamelen van informatie voor die dorpsvisie. Dat heeft geleid in het afgelopen zomer tot 6 themagroepen die daar 3 avonden lang over gepraat hebben en heel veel informatie verzameld hebben. En nu bieden we dus 3 perspectieven aan die moeten leiden naar de dorpsvisie die eind januari 2017 klaar is. Maar wat zijn de 3 perspectieven dan? De perspectieven zijn, nou moet ik even nadenken, puur en natuur, dat is 1 perspectief. Dat gaat over de puurheid van mond tot grond, dus eten wat uit de natuur komt, eten dichtbij. Dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over energie. Dat gaat over dat soort dingen die voor Ballenbrug belangrijk zouden kunnen zijn. Er is een ander, is gezond. Dat is een perspectief en dat heeft te maken met Ballenbrug als dorp waar zich zorg zou kunnen concentreren. En waar je dus als Ballenbrug goed voor elkaar zorgt. Niet alleen maar voor de ouderen, maar ook voor de jongeren met bewegen en met ondersteuning daarbij. En de derde perspectief, dat gaat over gastvrijheid, dat gaat over recreatie en toerisme. Dus over Ballenbrug als gastvrij dorp. En dat zie je niet als je door Ballenbrug heen komt. Maar dat zou je dan, als de onderdoorgang er komt en de tunnel in Ballenbrug, en die gaat er komen in over een jaar of 3-4. Als die er komt, dan zou je dat wel moeten kunnen zien dat Ballenbrug aan 2 kanten een prachtig dorp is. De Ommerschans aan de ene kant en het Reestal aan de andere kant. Ja, jullie hebben heel veel kansen. We hebben ook inderdaad heel veel kansen. Dat is het leuke. Nou ja, Ballenbrug is een heel klein beetje, verlaten geweest door de overheden de afgelopen jaren. Dus nu we die kansen krijgen met die onderdoorgang, nu de mogelijkheden er zijn om met overheden in goed overleg te komen om iets te realiseren in Ballenbrug, gaan we er ook keihard gebruik van maken. Mensen kiezen uiteindelijk voor een van de perspectieven, maar als het gaat over wat gaan we nou feitelijk doen, na januari is die dorpsvisie dus geschreven. En dan is er weliswaar 1 perspectief gekozen, maar die lijken allemaal op elkaar. Dus binnen die perspectief, binnen 1 perspectief, is eigenlijk alles nog wel mogelijk. Alleen het is een accentverschil. Je legt een ander accent en daarmee maak je het dus helder voor de mensen. En zo maken jullie Ballenbrug klaar voor de toekomst? Zo maken we Ballenbrug klaar voor de toekomst. Want de overheid die beslist iets. En dan denken we, ja, dat zou wel kunnen beslissen. Maar die dorpsvisie helpt dus om een integrale visie te krijgen over wat we als Ballenbrug willen. Niet beslis ik je hier, beslis ik je daar, beslis ik je daar, maar integraal aangestuurd door een visie. En gezien de opkomst vanavond weer, is het weer zeer geslaagd. Daar was ik het bangst voor, hoeveel mensen gaan er komen. Nou, wat ik zie vanavond hier, daar ben ik heel gelukkig van. Succes. Dankjewel.